Maar ik vrees dat Estland Argentijn het in dit geval verliest. Van Klaas-Jan Huntelaar. 16 minuten gespeeld naar rust. Het staat al 5-0 en het wordt 6-0. Subliem. De mooiste van de drie. De eerste mag er zijn. Bij de tweede doet hij het zittend. Maar bij zijn derde bewijst hij ook nog eens over een uitnemende vrije trap te beschikken. En je begint je zo langzamerhand af te vragen. Wat kan deze jongen eigenlijk niet? Laat af en dit is de goal. Naar de corner van Wesley Sneijder is het Huntelaar die 1-0 maakt. Emmanuel. Boukari. In de tweede minuut van de extra tijd. Daar komt Huntelaar en die scoort. Klaas-Jan Huntelaar verzorgt Danny Blind een mooi afscheidscadeau. Toen kon Ajax geen vuist maken. De omhaal en het doelpunt. Wie anders dan Klaas-Jan Huntelaar. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Bijna dood en begraven Ajax. En het richt zich. En wie anders dan Huntelaar. Dit is het. Klaas-Jan Huntelaar. Niet al te ver voor de rust met de 1-2. Jazeker. Van Dijk koos weliswaar de goede hoek. Maar kon er geen handpas te krijgen. En zo scoort Huntelaar zijn 32e goal van dit seizoen in de Eredivisie. Dat is een respectabel aantal. En zijn 15e voor Ajax. Maar lukt het nu ook, want dit is geen buitenspel. Het is een doelpunt.